Zo, doe 500 milliliter melk erin. In ieder geval dat het maar een paar kopjes. Ik heb hem al gebruikt voor de vorige keer met aardappelpannenkoekjes maken. Dan doe ik er nog water bij. Dat is ongeveer 400 à 500 milliliter. Ik heb hier mooi sleepjes in staan. Nou, hier zit ik al bijna op 1 liter in totaal met de melk. Dan is het op hoog vuur zetten en wachten tot het aan de kook is. Zodra het aan de kook is, kun je het vuur uitzetten. Daarna ga ik de aardappelpuree toevoegen. Er staat op dat je 300 ml melk en 400 ml water en een klontje boter. Nou, ik doe het op mijn eigen manier. Ik doe dus 500 ml melk en tegen de 500 ml water. Aangezien eentje niet van dikke beslag houdt. Ik heb aardappelpuree toegevoegd. En dat ga ik nu mixen. En dan doe je wat boter in de pan. Ik had wel een iets grotere lepel mogen pakken. Dan doe je beslag in de pan, je aardappelpuree. Lekker bruin laten worden. Nou, ondertussen heb ik hem omgekeerd en nu kan de onderkant bakken. En zodra dat bruin genoeg is, dan doe ik het op een bord en dan serveer ik het aan mijn man. En dan maakt hij zijn aardappelpannenkoekje af met zout en nog een klontje boter. Maar je kan bijvoorbeeld ook nog op andere manieren afmaken, zoals ik het doe. Ik doe er dan nog kurkuma op, dat maakt namelijk je lever mooi schoon. Ik doe er dan nog lekker plakjes kaas op. Ik doe er dan nog wat groenten erbij, bijvoorbeeld rode kool of lekkere peertjes. Je kan het afmaken zoals jij het lekker vindt. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En bedankt voor het kijken naar mijn movie. En als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag.